Lisette, want er is een PSV-icoon overleden. Ja, Willy van der Kuilen. Hij is 74 jaar geworden. Hij was al langere tijd ziek. Hij was echt een iconische speler bij PSV. Topschutter aller tijden van de Eredivisie. En met zijn dood verliest PSV opnieuw een van de grootste persoonlijkheden uit de clubgeschiedenis. Met zijn goals had hij een belangrijk aandeel in de successen van PSV. Vooral in het midden van de jaren 70 was dat zo. Ajax en Feyenoord die maakten toen eigenlijk vooral de dienst uit. Maar in 1975, 1976 en 1978 won PSV de landstitel. En in 1978 ook de UEFA Cup. En meneer Van der Kuilen had daar een groot aandeel in. U bent geen PSV-fan, wel een voetbalvolger. Wat herinnert u zich van Willy van der Kuilen? Nou, ik kan me heel goed herinneren, want in die tijd was ik tiener. Kijk, Willy van der Kuilen heeft de pech gehad, mijns inziens, dat hij heel erg goed was op het moment dat ook Cruijff er was en ook Neeskens er was en ook Wim van Hanegem er was. Hij was een geniale voetballer. Maar goed, ik was eerlijk gezegd natuurlijk ook heel erg jaloers. Want ik ben een Ajaxiet. Ah. En dan was zo'n waanzinnig goede voetballer, die speelde bij PSV. Aan de andere kant, wij hadden Cruijff. Maar misschien dus wel een klein beetje ondergewaardeerd tussen die andere grootheden? Dat denk ik wel. En ik denk dat er ook toe heeft geleid dat hij, ik weet niet exact hoor, maar volgens mij heeft hij relatief weinig wedstrijden in het Nederlands elftal gespeeld. En dat heeft ongetwijfeld te maken met de concurrentie van dat soort andere iconen die er ook waren. Nou ja, ongetwijfeld gaan we er dan vandaag vast. Ja, veel van die verhalen, misschien dat die dan nog worden opgehaald. Iets anders dan.